De speeltuinvereniging Bodelo is zo wat 30, bijna 40 jaar oud. Toen Zuidwijk en Rotterdam-Zuid werd gemaakt, toen is deze speeltuin ontstaan. Die speeltuin is daar geplaatst en er behoopt menig kind in Rotterdam-Zuidwijk plezier gehad. Ook mijn dochters, eentje is al 40 jaar, de andere zo 38. En nu zijn mijn kleinkinderen op het ogenblik daar aan spelen bij de tijd. En ik hoop dat ze veel plezier hebben. Straks komt de burgemeester deze speeltuin openen met een ballon erin in de lucht te laten gaan. En ik hoop dat ze veel plezier hebben in deze speeltuin. Voor de toekomst weer boos klaar. De apparatuur weer geopereerd en nieuw aangeplaatst. En ik hoop dat het in Bodelo weer in de toekomst een leuke en gezellige speeltuin zal worden. Met alle activiteiten die daar ook nodig zijn om kinderen plezier te hebben. Mensen, mag ik jullie aandacht? Hallo, geachte burgemeester, geachte publiek en geachte kinderen. Ik ben Marcel Lobel, de voorzitter van de speeltuin de Bodelo. Ik heet u allen van harte welkom bij deze opening van onze nieuwe speeltuin. We zijn het gemeentebestuur, sport en recreatie, de PSW, de aannemers en alle fondsen die financieel hebben bijgedragen. En zeker niet te vergeten alle vrijwilligers van de Bodelo. De kinderen van Zuidwijk zullen vele jaren plezier hebben. Het is feest en het is voor ons ook een feest om hier te zijn op Koninginnedag. Oranje, prachtig zonnetje. Dus ik ben trots als burgemeester van Rotterdam om hier te zijn. Dat we allen met elkaar, al die vrijwilligers, aannemers, alle fondsen die daarbij zijn betrokken om het te betalen. Ook dat u die speeltuin Bodelo tot stand hebt gebracht. Een applaus voor uzelf. En dat hebt u een prachtig moment gekozen. U het hele land ook feest viert rond onze koningin. U hebt ook een beetje naar de televisie gekeken. Het is verstandiger natuurlijk om buiten te zijn. Wij zijn hier midden in Zuidwijk. En ik mag nu samen met de kinderen van Zuidwijk de speeltuin Bodelo openen. En ik ga dat nu doen door de eerste ballon de lucht in te laten. En daarna jullie, daar gaat ie! En zo is de speeltuin van Ledo op Koninginnedag in het jaar 2007 geopend. Oh,
Ja, ja. Maar lekker op slijpen, hè? Een goede oude tijd is dat. De kinderen. Wat? Dat kan ook, we hebben het ook al in de kant. Kom je wat ouder over doen? Doen we. Goed hoor. Avondje gezellig. Doen we. Waar zijn de kinderen allemaal gebleven? Zijn er nog meer kinderen? Want die wordt er een beetje tureloers van. Mama, ik moet jullie toch wel vertellen. Ik heb vanmorgen de hond uitgelaten. En dan willen jullie toch niet weten wat voor hond ik heb. Of willen jullie het wel weten? Ja. Nou, ik heb namelijk een geboefelde GJ. Geboefelde GJ. Is dat goed of niet? Hoe heet die? Een bouffier, ja. Ik wist het niet meer zo goed. Maar moeten jullie luisteren? Daar heb ik hier een heel mooi kootje. Zo, hebben jullie allemaal gezien? Hij is poppie leeg. Hohoho! Hij is poppie. Eddie, alles kan niet meteen komen praten. Zo, ja, oké, okay. Ja. Zo, en nou is het zo. Nou, dan heb ik nog een lijst. Ik ga er nou eventjes... Ik heb zo gedaan. Ik mag ook eigenlijk zo gedaan. Zo. Gaat zo weg, dan kan jij kijken. Wie geweest is even achter. Ik kan ieder kindje kan er even doen. Zo. Stel, wanneer moet je de bloed doen? Wat nou even? Ik ben op de kant. Ik ga niet haast. Oh, oh. Ja. Jongens, zie dat de kantje leeg. Want daar valt hij. Zo, hallo. Niet maar Eska, je bent al geweest. Ja. Ik heb nog meer Goedendag, burgemeester. De voorzitter.